1,7 miljoen Belgen leven in ons land in armoede en zij moeten heel regelmatig beroep doen op noodhulp. Onder meer op voedselbedeling, maar ook op organisaties die kleding wegschenken enzovoort. Er is een probleem, want als bedrijven overschotten van kleding, pampers enzovoort willen wegschenken of schoolmateriaal, wel dan moeten die bedrijven nu BTW betalen. Daarom kiezen zij ervoor om die spullen vaak te vernietigen in plaats van die weg te schenken. Daarom hebben we nu een wettelijke regeling uitgewerkt in het parlement om bedrijven vrij te stellen van BTW wanneer dat zij die goederen schenken aan OCMW's, aan voedselbanken, aan armoedeverenigingen. En dat maakt natuurlijk dat we verspilling tegengaan, maar dat we zeker mensen in armoede kunnen helpen.